waken nu. Oké, lieve mensen. Ik ben aan mijn nachtwaken nu. Kijk, ik zal even laten zien waar Hans nu zit. Of ligt. Kijk, er is helemaal niemand. Alleen mijn meisje. Kijk. Muziekje aan van Hans' favorites. Dit zijn jullie bloemen. Zien er een beetje zielig uit. Maar dat maakt niet uit. Ja. Hartstikke mooi zo, toch? Kijk. Alle mensen die dingen hebben gestuurd. Goede muziek erbij, van Hans natuurlijk. Nou, dan zie je, dit is Hans' laatste rustplek. En mijn baan is om deze wierook aan te houden, want spiritueel moet dat aanblijven. Daarom moet er altijd iemand zijn. Dus dan maak ik er wel het moois van. Naast de avond met mijn vader de hele nacht. De speciaalste nacht van mijn leven waarschijnlijk zal het worden. Nou, hier hebben we onze Nederlandse krans. Op zich oké, toch? Kijk, dit vond ik ook wel leuk. Ik heb nog nooit blauwe kaarsen gezien in Thailand, maar vandaag wel. Dus ik denk, nou, gaan we die straks bij de live streaming, hoe je dat ook noemt, gaan we die dan even aansteken. Dus ja, dat is eigenlijk wel een relaxte tempo, moet ik zeggen. Heel vredig allemaal. Kijk, nog een keer die bloemen. Kijk, ik heb maar zo neergelegd van ja, nou ja. Ik vond het wel wat hebben. Dus ja, dan lopen we weer naar buiten. Een beetje een rare gewaarwording natuurlijk. Maar ik ga straks om 12 uur Nederlandse tijd 6 uur. Dan doe ik even de camera ergens en dan speel ik even 3 van zijn favoriete liedjes. Zodat jullie er toch een beetje bij zijn. En dan zal ik bij die Nederlandse kaarsjes ook aansteken. En dan hebben jullie toch het gevoel dat jullie er een beetje bij zijn. Tot zo.
gemeten. Perfect, gedaan. Tempel schoongemaakt. Wierook aangehouden. Het was een hele leuke nacht. Op een of andere manier. Hoe raar dat ook wel klinken. Ik heb het graag gedaan. Ik ga het naar huis voor kaarsjes even afmaken voor jullie. En dan zien jullie me later wel weer. Ja, of course not.